Tijdvak 2 is de tijd van de Grieken en de Romeinen en we gaan eerst eens even kijken naar de Grieken, meer in het bijzonder naar de Griekse stadstaat. Het kenmerkend aspect dat erbij hoort is het volgende, de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in die Griekse stadstaat. Nou, burgerschap en politiek, we gaan eens kijken naar het bestuur in zo'n Griekse stadstaat, maar we gaan dus ook kijken naar de ontwikkeling van wetenschappelijk denken. En dan hebben we dus meer over het denken van mensen, dus meer over een culturele invalshoek. Oké, maar eerst maar eens even naar Griekenland toe. Of Griekenland, in die tijd kunnen we beter spreken over de Griekse wereld. En de tijd waar we het ongeveer over hebben, dat is de periode vanaf ongeveer 850 voor Christus. Dan beginnen de Griekse stadstaten op te komen, tot in de 4e eeuw voor Christus ongeveer. Ja, en hier zie je eigenlijk de kern van die wereld. En dan zie je Griekenland, maar dan zie je tegelijkertijd ook een stuk van Turkije. Het westen van Turkije, dat behoorde ook tot die Griekse wereld. Dat is al een verschil. De Griekse wereld was groter dan het huidige Griekenland. En een ander verschil is natuurlijk dat er hier op dit kaartje niet sprake is van één Griekenland, maar dat er verschillende Griekse stadstaten zijn. En daar gaan we ons eerst eens even op focussen. Wat is dat nou, een stadstaat? Of ook wel een polis, want zo noemden de Grieken dat zelf. Meervoud polis. Een stadstaat is een bijzondere vorm van een staat. En een staat is een gebied met vaste grenzen en een eigen bestuur. Nou, en wat maakt een stadstaat nou een stadstaat? Dat is een stad met het omringend platteland. En je ziet dat ik stad tussen aanhalingstekens heb gezet, want je kon dat niet altijd vergelijken met de steden zoals wij die tegenwoordig kennen. Soms waren dat plaatsen met slechts enkele duizenden inwoners. Dat kon toen al een grote stad zijn. Nou, en met het gebied eromheen had je dus een stadstaat te pakken. Hier zie je ze op dit kaartje. Die stadstaten die waren dus klein van oppervlakte en klein van inwonersaantal. Tenminste als je het vergelijkt met de huidige staten, zoals bijvoorbeeld Nederland of België, dan is zo'n stadstaat veel kleiner. Daarnaast zijn die stadstaten, en nou gaan we een aantal Griekse termen gebruiken, autarkisch, zelfvoorzienend. Ze probeerden dus hun producten, hun voedsel en hun andere grondstoffen zoveel mogelijk uit hun eigen stadstaat te halen. En wat ze niet zelf konden verbouwen of wat ze niet zelf hadden, dat probeerden ze door middel van handel met andere stadstaten te verkrijgen. En die stadstaten die waren ook autonoom, zelfbesturend. Ze hadden een eigen bestuur met eigen regels, eigen wetten, dat soort zaken. En dat laatste punt, dat betekent dus ook dat iedere stadstaat op een andere manier bestuurd kon worden. Er waren verschillende bestuursvormen of staatsvormen. En ik zet even de meest voorkomende staatsvormen op een rijtje. Iedere polis begon bijna als een monarchie, een staatsvorm waarbij de macht legitiem bij één persoon ligt. De monarch of de koning. Die had via de wet de macht gekregen, omdat hij nou eenmaal de zoon van de vorige koning was. En dat was in de regels vastgelegd dat die dan de nieuwe koning zou worden. Die monarch, die koning, die had in principe de verantwoordelijkheid over het bestuur. Zijn wil was wet. Een andere staatsvorm waarbij de macht ook in de handen ligt van één persoon is de tirannie. Er is echter een verschil met die monarchie. Zo'n tiran heeft de macht niet op een legitieme manier gekregen, dus niet op een wettige manier. Die tiran die heeft bijvoorbeeld een staatsgreep gepleegd of iets dergelijks. Maar voor allebei de staatsvormen geldt, de macht ligt in handen van één persoon. Wat verder veel voorkwam was een aristocratie, een regering van de adel, ook wel de aristocraten genoemd. En dan zie je dus dat het een kleine groep mensen is, van adel dus, die de macht in handen hebben in zo'n stadstaat, in zo'n polis. Maar in andere stadstaten had je ook weer een kleine groep die de macht had, maar die was dan weer niet van adel. Dat was de oligarchie, een regering van een kleine groep mensen die niet per se van adel zijn. Dat kon de slimste of de rijkste zijn bijvoorbeeld. Maar goed, voor alle vier die staatsvormen hier geldt dat het grootste deel van de bevolking van zo'n stadstaat geen invloed had op het bestuur. De laatste staatsvorm die ik voorbij laat komen, daar had wel een grote groep invloed op het bestuur van de stadstaat, dat is namelijk de democratie, de regering door de bevolking met burgerrecht. En je ziet hier de poppetjes al verschijnen, hierin heeft dus een veel groter deel van de bevolking inspraak in het bestuur. En de eerste stadstaat die een democratie werd, was Athene. Maar betekende dat dan dat iedereen in Athene mee kon beslissen over het bestuur? Nee, de truc zit hem in dat woordje burgerrecht. Je moest een Atheense burger zijn om mee te kunnen beslissen. En wat is dat dan, een burger? Of beter, wat is dan burgerschap? Burgerschap is het feit dat je een burger bent met alle politieke en maatschappelijke rechten die daarbij horen. En in Athene betekent dat dus politieke en maatschappelijke rechten. Nou, dat je als burger dus invloed had op het bestuur. Maar goed, nu heb ik nog steeds niet verteld wie er dan allemaal burger was in Athene. Dat waren alleen mannen die in Athene geboren waren. Dat waren burgers. Vrouwen waren sowieso geen burgers. Ze hadden geen inspraak in het bestuur.
Slaven hadden geen inspraak in het bestuur. Mensen die van buiten naar Athene toe waren gekomen om daar te gaan wonen, waren niet in Athene geboren, waren dus ook geen burgers en hadden geen inspraak in het bestuur. Oké, 5 staatsvormen op een rijtje, er waren nog meer, maar dit waren de meest voorkomende. Nou kun je afvragen wat natuurlijk de beste staatsvorm is. Nou, dat deden de Grieken zelf ook. Die discussieerden daar heel erg veel over. Eén groep in het bijzonder, de zogenaamde filosofen. En filosofen zijn mensen die proberen de wereld te verklaren op een rationele manier. En dat woord rationeel, dat gaan we er even uitpakken. Je wilt dus weten hoe de wereld in elkaar zit, je wilt hem verklaren. Nou, voor de tijd van de Griekse stadstaten wezen veel mensen naar de goden als er iets gebeurde dat ze niet konden verklaren. Bijvoorbeeld de bliksem die insloeg, ik noem maar iets stoms. Wat die filosofen gaan doen in die Griekse wereld, zo vanaf ongeveer de 7e eeuw voor Christus, die gaan kijken, kunnen wij niet op een rationele manier met ons eigen verstand kijken hoe de wereld in elkaar zit, hoe iets werkt. Wij vertrouwen dus niet meer op dat argument van, nou ja, dat hebben de goden gedaan. Nee, wij gaan zelf onderzoeken hoe het dan gebeurd is. En dat is het begin van wetenschap. En wetenschap is het opdoen van kennis of theorie op basis van experimenten, waarneming en gebruik van het verstand. En de basis van de moderne wetenschap die ligt dus in die Griekse stadstaten. En waar hielden die Grieken zich dan mee bezig? Nou, die hielden zich met van alles bezig. Als je de wereld probeert te verklaren, dat is nogal iets. Dus die Griekse filosofen hielden zich bezig met bijvoorbeeld de natuurwetenschappen. De natuurkunde en de scheikunde hebben wij te danken aan die Griekse filosofen. Ze hielden zich bezig met de wiskunde. Je kent de stelling van Pythagoras vast wel. Nou, Pythagoras, dat was een oude Griekse filosoof. Ze hielden zich bezig met de geneeskunde. Voor het eerst werd er echt nagedacht en bestudeerd over hoe het menselijk lichaam nou in elkaar zat. En hoe ziektes konden worden genezen en dergelijke. En die filosofen hielden zich dus ook bezig met de politiek, wat is de beste staatsvorm, en nog veel meer van dat soort zaken. En met aan de ene kant die politiek, van al die staatsvormen, aan de andere kant die cultuur, van die filosofen en dergelijke, ontstond er dus echt een Griekse beschaving. En die Griekse beschaving die breidde zich steeds verder uit over het Middellandse zeegebied. En dat zien we hier op dit kaartje. We zien hier het Middellandse zeegebied en het blauw gekleurde gebied, dat hoorde allemaal bij die Griekse wereld. Dat waren allemaal Griekse stadstaten. Naarmate het Griekse vasteland steeds dicht bevolkter werd, besloten soms groepen Grieken om een kolonie te stichten op een andere plek. En zo breidden zij de Griekse cultuur dus verder uit. Nou, dat duurde tot 338 voor Christus, want in dat jaar werd Griekenland, het vasteland van Griekenland in ieder geval, overgenomen door de noorderburen, de Macedoniërs. Koning Philippos deed dat. Die viel Griekenland binnen en die veroverde die stadstaten. En die Philippos die is bij de meesten van ons niet zo bekend, maar zijn zoon waarschijnlijk wel. Dat is namelijk Alexander de Grote. Die zet het werk van zijn vader voort en die veroverde het lichtroze gebied dat je hier op het kaartje ziet. Dat donkerroze gebied helemaal links, dat was dus veroverd door die koning Philippos. Zijn zoon Alexander die veroverde de rest dat je hier op het kaartje ziet. En die zoon die werd dan ook Alexander de Grote genoemd. En hij verspreidde die Griekse cultuur naar het oosten. En die verspreiding van die Griekse cultuur naar het oosten vanaf de tijd van Alexander de Grote, dat noemen we ook wel het Hellenisme. Want Hellas, dat was de naam voor Griekenland in die tijd.